De rol van zo'n QIN bij de toepassing van de TIL-therapie is dat wij binnen het laboratorium voor celtherapie van zo'n QIN de afweercellen van de patiënt in een week of vijf opkweken van kleine hoeveelheden naar zeer grote hoeveelheden afweercellen, waarna deze worden toegediend aan de patiënt. Maar binnen de studie die nu op het NKI Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis lopend is voor mensen met melanoom, zijn er twee productielaboratoria. Wij zijn het ene productielaboratorium en het andere productielaboratorium bevindt zich binnen het NKI, zodat we altijd kunnen borgen dat een patiënt behandeld kan worden met deze cellen. Want het productieproces duurt zo'n 5 weken, dus het is heel arbeidsintensief. Dus daar moet je wel de ruimte en de mensen voor hebben om dat te kunnen doen.